fluitconcert net voldoende? Ja, misschien wel. Ik denk dat we heel moeilijk tegen hun kunnen voetballen. Je ziet dat we heel lastig hebben. Bij hun ook. Uit had het heel lastig en vandaag ook. We proberen met 3 verdedigers te spelen. Maar ja, ze hebben 2 balvaste spitsen. Maar oké, dan nog denk ik dat we hier thuis toch moeten kunnen winnen. Maar ik denk dat we veel te weinig via de flanken gevoeld hebben. Het centrum zat eigenlijk potdicht. Ze speelden maar 5 middenvelders, wij ook maar 4. En dan moet je de ruimtes aan de zijkant gaan zoeken. En dat deden we niet genoeg, denk ik. Zat daar misschien ook wel een beetje het probleem in? Dat jullie hebben aangepast? Moeten jullie niet gewoon thuis tegen de Graafschap lekker je eigen spelletje spelen? Nou ja, daar hebben we ook met de 4-4-2 gespeeld en hadden ook heel veel problemen. Dus ja, we dachten we proberen het zo niet te doen en met hadden we hier een beetje vanaf links en dan proberen Laurent te zoeken. En dat lukte wel aardig, maar een gelijkspel is niet voldoende, denk ik. Nee, want de eerste helft voetballen jullie best aardig, krijgen jullie ook kansen. Maar de tweede helft hebben jullie het heel erg moeilijk. Waar zat om dat dan in? Is dat puur dat drukke centrum wat je zei? Nou ja, vooral de tweede helft wil je gaan forceren. Je komt op 1-1 en dan wil je heel snel die lange bal gaan spelen. En dat moesten we niet doen, want we sloegen het middenveld heel vaak over. En dat is net onze sterkte, denk ik, om via het middenveld van de voetbal aan de zijkanten. Maar dat deden we vandaag niet. Wat is het toch met jullie thuis tegen de wat kleinere ploegen? Ja, inderdaad. We zeggen ook telkens, we kunnen goede zaken doen vandaag. En telkens als we dat zeggen, dan spelen we gelijk of we verliezen. En dat is jammer, want als je een beetje geluk hebt, dan kan je zo bij de eerste 4 spelen. En dat hebben we denk ik op dit moment niet. Volgende week maar geen goede zaken doen dan. Misschien helpt dat. Ja, misschien wel. Mentaal dan. Dankjewel. Gaan wij door met de aanvoerder